Hey, Joe. Kees. Is goed? Goed met jou. Ja. Ik heb mijn kerstpak aan. Ja, wij moeten helaas van de club Heerenveen sweaters aan. Nou, helaas. Dus, nou ja. Leuk voor de sponsor, maar nee, goed. Dat is ook waar. Nee, ook kom waar. Maar aan. Even naar ons oude clubpie. Ja. Mooiste stadion van Nederland. Is het zo? Zo is het zeker weten. Zeker weten. Groots uitgepakt hebben we. Dat zie je even. Zo, ik zie het. Ja, allemaal lampen hier. Dus, zitten. Ja, goed gewerkt, goed gewerkt. En Kwakman. En Veerman mag schieten. Assistie van Kwakman. Nee, het begint toch een beetje de rode draad te worden. Ja, het begint, toch het begint allemaal een beetje bij jou. Hè? Uiteindelijk denk ik wel, ja. Maar het lag niet aan de assist deze goal, toch? Nee. Nou ja, hij is goed opzij gelegd, dus dat is ook wel belangrijk. Het is jammer dat we het juichen niet zien, want je was wel echt je eerste goal betaald voetbal. Ja, ik heb het zelf ook ervaren, dat is iets speciaals natuurlijk. Ja, ik heb er ook best wel lang op gewacht. Sowieso een halfjaartje, denk ik. Dus dat was wel een opluchting dat ik niet maakte. Ja. Hier is begonnen, het debuut. Je was 17, hè, volgens mij. Ik, twee maanden voor mijn 18e verjaardag maakte ik inderdaad mijn debuut. Ja, klopt. Uit bij VVV. Ja, ja, klopt. Als vervanger van? Van jou, ja, dat klopt. Ja. Je hebt me goed geïnformeerd. Ja, wat was, hoe ging dat ook alweer precies? Het was kermis en was met mijn vrienden de kermis op. En toen zei jij van, kom morgen trainen. Alleen, ja, ik durfde nog niet uit mezelf te gaan trainen bij het eerste. En te zeggen van, ik ben er. Maar uiteindelijk speelde ik wel die week. Joey Veerman met een goed schot en een knappe goal. Volledig uit het niets. Deze aansluitingstreffer van Heerenveen. Uiteindelijk Heerenveen. Dat ook eigenlijk een beetje op het randje. Dat duurde best nog wel lang, vlak voor het eind van de transfermarkt. Had jij liever gehad dat het in de zomer had gebeurd en dat je veel meer tijd had om je voor te bereiden? Of vond je het eigenlijk wel lekker dat het nu gewoon pats, boom, snel, meteen in de basis, Ajax uit? Nou ja, iedereen zegt altijd van je kan het beste gewoon vanaf het begin aansluiten. Alleen als je dan op de laatste speeldag gehaald wordt, dan word je toch wel gehaald als een basisspeler. Omdat ze denken dat, dat je een versterking bent en dat het niet zo heel goed gaat. Dus dat was voor mij wel lekker. Alleen had ik daar nog geen ervaring mee eigenlijk, dat het zo zou gaan. Maar eigenlijk stond ik na één wedstrijd al in de basis. Dan dit seizoen, Heerenveen. Een hele rare voorbereiding volgens mij. Of een raar begin van de competitie, laten we het zo noemen. Want de voorbereiding was echt verschrikkelijk. Ja. Kan ik het zo noemen? Ja, dat kan je zo noemen. Of zal we even naar jou luisteren? Ja, dat kunnen we doen. Ja, zullen we dat doen? Dit was denk ik de slechtste wedstrijd die wij bij Heerenveen gespeeld hebben. Tenminste, sinds ik er ben. Echt waar? Ja. En trouwens ook van dat ik bij Volendam speelde. Het leek wel of sommigen 500 volt op hun schoen hadden. En volgens mij zit het stadion hier niet vol, dus ik weet niet waar je van onder indruk moet raken. Heel simpel gezegd, er moeten spelers bij. Betere spelers? Ja. Niet goed genoeg? Nou ja, als je vandaag ziet, je verliest met 5-1 van de Jupiler League Club. Ik denk dat het ook 8-1 had kunnen zijn. Dan is dat wel zorgwekkend. Ja, als je zo de Eredivisie in zou gaan, wat gebeurt er dan? Ja, dat durf ik niet uit te spreken. Ah, het lijkt helemaal nergens op bij ons. Ik weet niet wat er allemaal gebeurd is vandaag met ons. Nee, heb je het daarover in de kleedkamer? Nou ja, daar hebben we het hele week over. Dat het beter moet. Alleen, het gaat gewoon niet beter. Het is allemaal veel te statisch bij ons. En we worden gewoon 90 minuten lang weggetikt door RKC. Dat is best pijnlijk. Zal dit nou iets Volendams zijn? Dat je gewoon best wel durft te zeggen. Ik heb wel eens een interview van jou gezien. Bij NAC. Wordt die nu ingestart soms? Nee, dat was bij Groningen. Dat was bij Groningen. Het zou wel leuk zijn als die wordt ingestart. Die hebben we niet. Dat is dan weer jammer. Wel jammer, ja. Ja. Nee, maar ik denk dat Henk ook wel vaak zegt wat hij denkt. En dat heb jij ook gehad. En ik ook. Dus ja, misschien is het wel iets Volendams. Ja, want je was ook aanvoerder toen natuurlijk. Dus dan moest je voor de camera. Heb je daar nog wel problemen mee gehad? Dat daar een trainer of Gerry Amstra, dat ik heb gezegd. Ik ben wel even op matje geroepen toen, ja. En dat was ook wel logisch, hoor. Want ik zeg hier ook dingen van 500 volt op sommige schoenen. En dat soort dingen moet je gewoon niet zeggen over je teamgenoten. Nee. Maar, ondanks dat je het misschien wel meende. Ja, nee, ik meende het ook zeker wel. Alleen, toen vond de trainer en de technisch directeur wel dat ik iets minder fel moest zijn in deze gesprekken. Ja, oké, daar leer je ook weer van. Nee, sowieso. Ja, en jouw eigen positie, dat is ook altijd wel een beetje een dingetje geweest. Hè? Ik weet hier bij Volendam was er ook wel eens, dat je een keer op 10 hebt gespeeld, een keer op 8, een keer op 6. Hoe kijk je nou zelf naar je positie?
Nou ja, kijk, op de nummer 6 positie krijg ik gewoon veel meer ballen en dan ben ik denk ik ook op mijn best. Alleen de trainer die vindt dat ik dicht bij de goal moet spelen en de passes achter de laatste lijn van een kortere afstand moet versturen. En die vindt dat ik daar, dat hij mij daar nodig heeft. En ik denk dat dit ook wel een lekkere positie is voor mij om in een vrije rol. Maar mijn echte positie is natuurlijk op nummer 6. Ja, wat tegen Feyenoord voor de competitie speelde je daar voor het eerst eigenlijk? Ja. Op die positie. Het ging goed volgens mij. Heb je ooit wel eens zo vrij gestaan in een wedstrijd? Nee, ik heb nog nooit zo vrij gestaan. Verbaas je je daar dan over dat je zeg maar tegen een echt wel goede topclub speelt? Ja. En dat je denkt, hoe kan dit nou? Ben je daar dan in het veld eigenlijk helemaal niet mee bezig? Jawel. Vooral omdat je de weken daarvoor een vast mannetje op je hebt. En dan speel je tegen Feyenoord. En dan weten ze eigenlijk niet hoe ze dat systeem op moeten pakken. Dus dat is wel... voor ons is dat natuurlijk heel lekker. Alleen daar verbaasde ik me wel over. Ja. Als je dan scoort en dan zijn er geen fans... Dat maakt het wel extra pijnlijk, hè? Nee, best wel. Ja, dat is wel jammer. Alleen de huisfotograaf van ons, die stond achter de goal. En die staat er altijd. En die zei, Joe, als je nou een keer scoort, dan moet je even naar ons toe komen. Dus toen zocht ik hem even op achter de goal. Ja, leuk toch? Ja, sowieso. Ja. Dus er wordt wel eens gezegd, even wat weg van Frenkie de Jong. Ben je het daarmee eens? Met alle respect voor Frenkie de Jong, die uiteraard bij Barcelona zit, zonder arrogant over te komen. Laten we dat allemaal even zeggen van tevoren. Ik vind dat lastig. Weet je, als je nou een beetje kapt en draait, dan ben je niet gelijk hetzelfde als Frenkie de Jong. Ik denk ook, Frenkie die scoort niet heel veel. Of nu dan wel, alleen bij Ajax was dat volgens mij niet zo heel veel. En ook niet heel veel assists. Maar die was natuurlijk gewoon een koning in mannetjes uitspelen voor de verdediging. En op het juiste moment de paas versturen. Maar nou zeg je twee dingen die... niet elke middenvelder hebben, die jij ook hebt. Daar kijk je dan toch ook wel naar, dat je denkt van oké, hij doet dat op die manier op het middenveld. Nou ja, ik kan dat ook, misschien nog niet op dat niveau uiteraard. Ja, maar ik ga dat niet over mezelf zeggen, daar wil ik een beetje Nee, maar gewoon meer qua type speler is het best wel, zoveel middenvelders zijn er niet die bal eventjes krijgen en wegdraaien en iemand wegsteken. Nee, dat is ook zo. Maar het is niet dat je daar ook specifiek naar kijkt, dat je denkt van dat is wel interessant wat hij doet op die positie. Nou, niet echt, nee. Nee. Heb je dat helemaal niet met de speler? Ook vroeger niet, toen je klein was? Nee, ik let daar niet zo heel erg op. Ik kijk gewoon voetbal omdat ik het leuk vind. En het liefst Jupiler League naar de goals. En in tweede divisie dat er veel goals worden gemaakt. Maar het is niet zo dat ik nou specifiek naar Barcelona of Real Madrid of die clubs kijk, nee. Om gewoon iemand op je positie, dat is niet echt dat je denkt, dus Pirlo ken je ook niet? Ja, die ken ik wel. Oh, die ken je ik ken wel, wel. Ja. Ik ken ze wel. Okay. Ja, nu naar Van der Vaart ken ik die. Van der Vaart, ja. De Pirlo van Heerenveen, zei je. Ja. Nee, kijk, je ziet die wedstrijden natuurlijk wel soms. En ik heb Frenkie natuurlijk bij Ajax ook gezien. En ik heb zelf tegenover hem gestaan toen hij nog bij Jong Ajax speelde. Ja. Toen draaide hij een keer bij me weg. Dat vergeet ik nooit meer. Dus ik vind dat... dat is niet aan mij om mij te vergelijken met Frenkie de Jong. Nee, oké, dat vind je lastig om dat zelf te zeggen. Nou ja, oké. Dan even je mindere punten. Vind jij dat er bij jou te veel de nadruk wordt gelegd op je mindere punten? Als je een keer een fout maakt of als je een keer een man laat lopen of wat dan ook. Nou ja, niet alleen nu, maar gewoon in het verleden? Ja. Nee, dat vind ik wel. Want ze roepen altijd over mij van... bijvoorbeeld bij de topclubs en dan zeggen ze altijd, dat heeft hij niet of dat moet hij nog verbeteren. Dus dat is af en toe wel niet echt leuk om te horen. Nee. Ik heb een momentje eruit gepikt. Mag je zelf zo even op reageren? Ja. Rienstra. Potter terug op Rienstra, dat is mooi gespeeld. Het is een doelpunt, de vraag is het nog buitenspel voor Rienstra? Maar hij scoort tegen zijn oude club. Dit is dus... Dit heeft elke middenvelder wel eens. Nou ja, dit... Toch, maar dit is wel iets, denk ik. Nee, dit is sowieso... Kijk, ik moet ook vaak sneller bij de tweede bal komen. En daar hebben we het ook wel vaak over.
Alleen, ik heb het er ook wel eens met Jack Tuyp over gehad. Dat die bal moet daar maar net vallen. Oh ja, ja. Zo, dat is zeg maar jouw gedachte. Ja, ja, precies. Nee, maar ik moet er inderdaad sneller bij zitten. Alleen, ja, dit wordt dan wel vaak uitgelicht. Van, dat heeft hij niet. En dat moet nog beter. En dat is normaal, hè, want dat roepen ze over iedereen. Alleen, bij mij wordt dat wel vaak genoemd. Ja. Maar is dit specifieke geval, is dit een van je zwakste punten? Dat je het bewustzijn wat je hebt aan de bal, dat je dat zonder bal, dat het nog af en toe afwezig is. Ja, maar hoe heb je nou voor ogen dat je dat gaat verbeteren? Nou ja, moet dat gewoon dat geleidelijk aankomen? Ja, en moet ik denk het dat gewoon ook alleen maar te maken heeft met het sneller omschakelen naar verdedigen toe. Want dan sta je in principe beter en dan kan deze jongen eigenlijk niet zo vrij doorlopen als ik dichterbij sta. Je hebt ooit met een wijs man samengespeeld. Die zei altijd, als het op penalties aankwam, het beste wat je kan doen, is niet nemen. Ja. Nee. Maar volgens mij... Zo sta ik er niet in, alleen... die wijze man, dat was jij. Ik had een bloedrekel aan penalties. Ja, nee, dat had ik niet. Want het is een toch wel een makkelijke manier om een goal te maken. Ja. Alleen, ja, bij mij is het nu even twee keer mislukt. En ik moet zeggen dat geen fijn gevoel is. Nee. Je had hem dus tegen Vitesse gemist, links van de keeper. Wat dacht je hier? Nou ja, ik wist je hier al welke hoek je ging schieten? Ja, ik wilde hem midden hoog schieten. En uiteindelijk loop ik weer net als tegen Vitesse naar die bal toe. Rebound van Henk. Die rebound van Henk was ook goed. Die was net zo goed als de penalty. Nou, ik loop naar die bal toe en eigenlijk wil ik hem midden hoog schieten. En ik weet niet wat ik allemaal doe. Ja. Dramatisch. Ik schiet nog een slecht binnen. Deze was nog slechter. Nou, je dus denkt als je daar staat, als je hem in een hoek schiet, dan zit hij eigenlijk wel. Alleen, dat is zo makkelijk gaat het dus niet. Maar dus op het allerlaatste moment tegen Feyenoord veranderde je evengoed nog naar die andere hoek? Dat je hem eerst staat. Ik wilde hem echt in het midden schieten, hoog. En uiteindelijk schiet ik hem te laag. Alleen gaat hij iets meer naar rechts toe. Ik kom twee keer goed weg, doordat we 1-0 winnen bij Vitesse. En uiteindelijk mis ik de penalty op de 2-1 tegen Feyenoord. En we staan daarna 1-3 achter. Dus dan winnen we met 4-3, dan is iedereen blij. Alleen, ik had ook de slemiel vanavond kunnen zijn. Ja. Heb je dan echt even in het veld een moment van, dit is allemaal mijn schuld. En dan heb je dat je het even 10 minuten, aan je voorbij gaat, zeg maar. Nou ja, ik probeer het dan wel zo snel mogelijk weer op te pakken. Alleen, dat gaat niet zo makkelijk. En dat gaat eigenlijk ook gewoon niet. Ja. Dus daar heb je echt wel even 10 minuutjes voor nodig. Ja. Vooral als ze dan de 2-1 en de 3-1 maken, 10 minuten daarna. Ja, dan heb je helemaal het idee, het is jouw schuld. Ja, dat gevoel heb je wel, ja. Als jij nou trainer bent en je hebt Joey Veerman als speler, hoe zou je hem dan behandelen? Dus qua benadering, maar ook dat je hem wel eens op zijn flikker geeft of armen op schouder. Hoe zou je jou nou behandelen? Ja... Het lijkt mij namelijk best wel lastig. Ik denk dat het ook best wel lastig is, want je kan tegen mij wel alles zeggen, alleen je moet er dan ook van uitgaan dat je dan wat terugkrijgt, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus ik heb best ook wel vaak dat ik op de training, dat de trainer er iets van vindt en dat ik er dan ook gelijk weer iets van vind. Ja. Wat zou je nou het liefst willen, diep in je hart? Je hoeft geen club te noemen, maar meer een stap die je wil maken. Nou, ik zou wel graag het voor de prijzen willen spelen. Dus in de top van Nederland zou me wel heel leuk lijken. En dat is toch wel stiekem mijn droom om in het Spaanse voetbal terecht te komen. Yeah. Zou je erg teleurgesteld zijn als je moet blijven bij Heerenveen? Ligt dat ook weer aan de situatie? Dat ligt eraan. Kijk, als er echt clubs komen die echt geïnteresseerd zijn en wat ik echt zie zitten. En dat gaat mis op een op de hoogte van het bedrag dat Heerenveen vraagt. Dan zou ik wel teleurgesteld zijn. Ja. Maar ik denk dat iedere speler dat is. Maar jij voelt jezelf al klaar voor de volgende stap. Dat mag je gerust over jezelf zeggen. Als je dat vindt. Tenminste. Ja, ik laat het zo zeggen, ik wil het wel graag proberen, ja. Ja. Zo stond ik er ook in bij Volendam, dat ik graag wilde proberen in de Eredivisie. En zo sta ik er nu weer in om bij de topclubs in de Eredivisie te spelen. Dus Spanje wordt het dan waarschijnlijk? Dan hoor ik het wel. Ja, toch? Dat kan wel gezellig worden.
mooi huisje. Corona weg zijn. Ja, dat zou het beste zijn, ja. Dat, als dat eindelijk eens weg is. Maar nee, we wachten het af. En ja, het zou zomaar kunnen dat ik volgend jaar nog steeds bij Heerenveen speel. Dat kan ook. Dan kunnen wij nog wel genieten van je. Dat hoop ik wel, ja. Ja, okay. Had je nog een vraag? Nee, ik had geen vraag. Je hebt bijna geen vraag aan mij gesteld. Nou ja, jij bent toch een interviewer? Ja, maar dit is altijd een beetje een gesprek van met tussen beiden moeten. Ik heb alleen maar vragen gesteld nou. Ja, nee, ik heb mij niet voorbereid. Ja, lekker dan. Komt de volgende keer wel tijdens de Champions League wedstrijdje. Is goed, een mooi sweater trouwens. Dankjewel, Kees. Okay. Ja, graag gedaan. Joe, dank je. Yes, jij ook bedankt.